Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Holland Casino Breda. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Brabant Vandaag. En we hebben weer heel veel leuke lifestyle-dingetjes. Zo waren we bij de Ladies Night in het Holland Casino in Breda. We gaan weer kijken wie het beste een kaartenhuis kan bouwen. En ik heb visite. En deze keer omdat BNN volgende week start met een nieuw televisieprogramma. En dan gaan ze op zoek naar een topmanager. En Aad Ouborg gaat uiteindelijk de manager kiezen. Nou, Aad is hier niet, maar ik ben wel heel blij dat zijn zoon hier is. Welkom, Tim. Welkom. En de communication director van Prinses. Welkom, Karin. Jullie zijn hier omdat jullie ook een rol hebben in het programma. Ja, wij zijn eigenlijk... ik ben dan de linkerhand en Karin is de rechterhand. Ja. En wij zijn eigenlijk zijn ogen en zijn oren in het programma. Dus wij lopen achter de kandidaten aan als ze de opdracht uitvoeren. Maar eerst even, jij bent zijn zoon, dat is dan duidelijk, dat is de link. Maar wat is jouw zakelijke link met Aad? Eigenlijk een paar maanden geleden, toen ik nog aan het studeren was, zei hij, ga eens een keer bij een meeting zitten. Was toevallig voor Prinses Sportscare, voor de nieuwe designs van de producten. Dat heb ik gedaan. Toen eigenlijk binnen een dag heb ik alles omgegooid, omdat ik het niet mooi vond. En daar was hij uiteindelijk wel blij mee, toen nog niet. En toen ben ik eigenlijk ingerold als een sneeuwbal die steeds groter werd. En nu, 4 maanden verder, ben ik manager commerciële zaken daar. Nee. En doe ik alles, ja. Inkoop, verkoop, marketing. Maar en je studie? Dat nog heel even on hold. En ik hoop in november mijn scriptie af te schrijven. Hey, en hoe gaat dat onder je vader werken? Laat hij je ook echt los? Hij laat mij heel erg los. En dat komt ook omdat hij het zelf heel druk heeft met allemaal andere dingen. Ja. Zijn andere bedrijven. Dus ik krijg hier echt de vrije hand in. Ja. En natuurlijk is het altijd fijn om met hem nog wat kleine checks te kunnen doen. Om soms nog heel even met hem bij te praten. Was het in je gedachten al dat je dacht van... later wil ik wel 1 tak overnemen van mijn vader? Of is het... Nee, we zijn eigenlijk nooit echt gepusht of wat dan ook. Daarom ben ik ook gewoon gaan studeren en heb ik toch mijn master willen doen. Alleen ja, als je toch meeloopt heel je leven en je ziet hoe het gaat... dan is dat gewoon fantastisch om ook zo te kunnen ondernemen. En vooral dat ondernemers entertainen, dat komt bij ons nu ook dat weer heel erg ook. Terug. Ja, dat is geweldig om te doen. Ja. Karin, jij zit al 10 jaar bij Prinses. Ja. Dus jij kent Aad als geen ander. Ja. Zie je vergelijkingen? Helemaal, want Tim heeft ook bij mij stage gelopen een aantal jaren geleden. Ja. En toen moest hij een evenement organiseren, een kerstborrel. Ja, dat heeft hij fantastisch gedaan. Ja. En het is ook gewoon precies zijn vader. Ja. Maar een hele doen en laten, hoor. Dus zowel... Hij lacht ook om zijn eigen grapjes. Ja. Dat doet zijn vader ook. Mindere als... dingen heeft hij van zijn vader. Dat doet zijn vader ook. Iemand moet lachen. En hij is gewoon heel snel in schakelen. Ja. En het is een mensenmens. En hij heeft een maar enorme gunfactor. Maar jij al 10 jaar bij Prinses Household. Ja. Aad is eruit gestapt, die heeft het verkocht. Klopt. Jij bent erachter gebleven. Ja, ik ben gebleven samen met Els Ouborg, zus van Aad. Met Joost Schiele en Anton Bogert zijn wij de directie. Vormen wij de directie met de nieuwe CEO. Maar dan is het wel gaaf dat je toch mag deelnemen in dit nieuwe programma als team van Aad. Ja, hij is toch echt iemand, zoals Tim al net aangaf, die zijn ogen en zijn oren zijn. En hij zegt, jij weet als geen ander hoe ik denk en hoe ik schakel en wat ik nodig heb... om met een ondernemer iets te kunnen starten. Ja. En wat een ondernemer ook moet hebben. Aan creativiteit en aan doorzettingsvermogen. Ja. En hij zei, vandaar dat ik jou graag erbij wil hebben. Dat vond ik echt een eer. Ja, absoluut. Vond ik ook bijzonder. Ja, is het vanuit het Amerikaanse model? Ja, The Apprentice van Donald Trump. Ja, wij hebben even wat oude beelden opgezocht. Gaan we even naar kijken voor de kijker die het nog niet kent. Jennifer, I think you're a bright woman... But in this task, you did let me down. And I wasn't given the opportunity to do what I could do because the concept was changed. From all the game you talked, you would have thought you would have sold 10 times what you sold, period. Did it end up being you what we thought game. It was going to be? And didn't we need to change and adjust but midway Jennifer, through? Yes. You didn't sell. I did sell, Mr. You Trump. You didn't sell, I didn't Jennifer. Sell enough. You failed. I didn't sell you enough. You didn't sell, Jennifer. You should not fire me. That'll be making a big mistake. Dit was een vrij harde serie, hè? Ja, is het nu ook zo? Het blijft streng, maar toch geeft Aad daar zijn eigen draai aan. Aad is natuurlijk zelf van zichzelf een hele vrolijke man. En nee, dat probeert hij ook wel in het programma terug te laten komen. Maar je moet wel streng zijn, want het gaat echt om...
Daarnaast de vrolijke man, wat is Aad zijn kracht? Want met alleen vrolijk zijn bouw je niet zo'n imperium op. Nee, Aad is natuurlijk gewoon keiharde zakenman. En daarom zeg ik, in het programma komt dat ook naar voren. Hij gaat met één iemand ondernemen. En dat moet gewoon een topmanager zijn. Ja. En anders gaat hij het niet doen. Nee. Dus daar gaat hij ook echt naar op zoek. En hij stelt echt vragen tot op het bot. Dus, ja, dat... Zometeen wil ik van jullie nog veel meer weten over het programma wat volgende week op BNN van start gaat. Maar eerst gaan we even kijken naar het meest opmerkelijke nieuws uit de regio. Dag allemaal, dit is Koppensnelle van vrijdag 9 september. De aardbeving die Nederland donderdagavond trof, heeft voor zover bekend geen schade aangericht. Ook zijn er geen meldingen over gewonden, dat meldt Omroep Brabant. De schok werd een paar minuten over 9 in grote delen van ons land gevoeld. De beving had een kracht van 4,5 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag net over de Duitse grens bij Boksmeer. Geert Wilders heeft zijn privébedrijf On Liberty BV verhuisd naar een bedrijventerrein in Breda. Bestaan ervan is opgegeven aan de Tweede Kamer, dat schrijft de Volkskrant vrijdag. Eerder had hij zich ingeschreven op het adres van de Tweede Kamer in verband met de veiligheid, maar dat mag niet. In Roosendaal is de tentoonstelling Poep goed te zien. Mensen kunnen zich verdiepen in dierendrollen en zich verbazen over menselijke uitwerpselen. Dat schrijft de website roosendaal.nl. Er zijn achterwerken van dieren te bekijken, voorbeelden van poepgewoonten te zien en er is de mogelijkheid om geurobjecten te besnuffelen. De expositie is nog tot 28 oktober. Ja, misschien dat het niet zo vaak gebeurt, maar als mannen dan toch in de weer moeten met de strijkbout, blijkt 1 op de 4 toch aan seks te denken. Dit in tegenstelling tot de vrouw. Ze denkt aan het maken van boodschappenlijstjes of aan de kinderen. Dit blijkt uit onderzoek van Philips naar het strijkgedrag van Nederland en dat schrijft het AD vandaag. Andreas Lasnik en NAC hebben gisteravond een akkoord bereikt, zo meldt het Brabants Dagblad. Lasnik verbindt zich voor 2 seizoenen aan NAC. Vorig jaar kwam hij uit voor Willem II. De 27-jarige Oostenrijker speelt zondag al mee tegen Feyenoord. Uit onderzoek is gebleken dat steeds meer Amerikaanse werknemers speed of metafetamines gebruiken als functionele drug. Dat schrijft het Parool. Ze snuiven of slikken de stimulerende drug om dubbele diensten te draaien, meer banen te combineren, om ook nog eens het huishouden te doen. Voor de snuivers onder ons, welkom bij het WK Neusspoelen. Een seizoen. Eén van hen is Fjodor Konichov uit Novosibirsk. Nu is hij op jouw ekranen. Итак, внимание, индийский спортсмен Патанджали уверенно берет в руки Нетти Пот и пытается выйти вперед. Прошу обратить внимание на необычную технику китайца Лувинга. Майкл Кларк отрывается от Федора. Конихов сокращает разрыв. Благодаря уникальной технике свободного дыхания, глубокого дыхания, в которой Федор особенно силен. Федор начинает догонять американца. Американец пытается сохранить лидерство. А, нет, нет, американцу не удалось сохранить лидерство. И тот бешеный темп. Федор Конихов становится чемпионом мира. Goed, dit was de weer Koppensnelle van vandaag. Ik wens je een heel fijn weekend en heel graag tot maandag. Houdoe. Nou Tim, als jij dat ook even gaat oefenen, kan je voor een keer ook meedoen. Ja, met een rietje lukt het wel, ja. Dan gaan wij even kijken naar een hele gezellige avond afgelopen woensdag met heel veel vrouwen in het Holland Casino in Breda. Zou je misschien een chocolade moeten willen proberen of een sherry? Dank u wel. Op een mooi weekendje weg. Ik ben gevraagd als fotograaf voor een Caractère, een modebureau. Om vanavond hier op Ladies Night bij Holland Casino te gaan fotograferen. En is er veel animo voor? Zoals je kan zien is er heel veel animo voor. Ze hebben kunnen winnen een trip naar Tokio begrepen en New York. Dus dat is niet niks. En vanavond geloof ik ook nog een fashion check. Ik vind het erg leuk, deze Ladies Day. Want ik ben er wel voor de tweede keer gekomen. Ik vind het altijd erg gezellig hier. Dat er dingen kunnen, dat je hier wat kan kopen. En nu is er een fotoshoot van de Gracia. Eigenlijk is het heel gezellig, omdat mooie kleren, een foto maken. Ontspanning eigenlijk voor ons. Ladies Day. Dus, ja. Hoezo is dat ontspanning? Ja, ik kan bij gewoon ongedwongen lachen en even vergeten van het dagelijke leven, zeg maar.
En hoe vind je zo'n fotoshoot? Denk je dat jij zou kunnen winnen? Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Maar er is altijd een kans. Maar ik weet niet of ik zou winnen met deze actie. Maar het is altijd leuk om even mee te doen. Dames, zijn we aan het winnen? Ja, ik denk het wel. Het gaat de goede kant op. Hey, en hebben jullie het een beetje naar je zin vanavond? Ja, tot nu toe is het heel leuk. Een speciale Ladies Night, daar zijn we op afgekomen. Dus we hebben net al een modeshow bekeken. Het was heel leuk. En waarom is deze avond nou zo speciaal? Nou, dat het echt op vrouwen gericht is. Je krijgt een gratis drankje met een modeshow. Dus dat is een hele leuke combinatie gewoon. Bent u naar op zoek? Gewoon naar wat leuke dingetjes voor mee naar huis te nemen. Voor leuk bij mijn kleren, leuke sieraden, wat leuke dingetjes gewoon. En hoe vindt u nou deze avond? Ik vind het heel verrassend. Het is mijn eerste keer hier. En we zijn hier op een verjaardag. En een arrangement van mijn overbuurvrouw. En ik vind het echt heel erg leuk. Waar bent u naar op zoek? Oh, naar iets gezelligs. Gewoon zomaar. Hey, en wat vindt u van deze avond? Leuk, gezellig, ja. Geldt voor jou ook voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Leuk dat je ook wat mogelijkheden hebt om kleren en sieraden te bekijken. En ook nog iets van winst te kunnen behalen in het casino. En als u nu thuis zit te kijken en denkt, goh, dat lijkt me wel leuk om met vriendinnen een keertje naartoe te gaan, dan is woensdagavond 7 december de nieuwe Ladies Night in het Holland Casino. Wij gaan even boodschappen doen en kijken of het echt lekker weer wordt dit weekend. Zaterdag lossen de mist en de laaghangende bewolking in de loop van de ochtend op en zijn er flinke perioden met zon. De middagtemperatuur kan oplopen naar zo'n 25 graden. Later in de avond neemt vanuit het zuidwesten de kans op een enkele stevige regen- en onweersbui toe. Zondag gaat ook gepaard met buien, maar de zon breekt ook regelmatig door. Met 22 graden is het dan ook iets kouder. Maandag is het half bewolkt en zo'n 20 graden. En ook dinsdag is er een herfstachtig zonnetje. Brabant Vandaag wordt mede mogelijk gemaakt door Holland Casino Breda. Welkom terug. U kijkt nog steeds naar Brabant Vandaag. Op visite Tim en Karin. Want volgende week begint het nieuwe programma op BNN. Waarin Aad samen met jullie op zoek gaat naar een nieuwe topmanager. Klopt. Alle opnamen al gehad? Allemaal gehad. Alles. Ja. En is er echt een kanjer uitgekomen? Absoluut. Ja. Absoluut. Oké, je mag natuurlijk helemaal niet zeggen nee, wie. Helaas. Maar om even de kijker een idee te geven wat het programma precies is, gaan we even kijken. Ondernemen is entertainen. Ik ben conceptueel, strategisch. Ik heb één rechte lijn en dat moet ik behalen. Voor de winnaar stel ik een startkapitaal beschikbaar. Ik ben de nieuwe topmanager. Het komt echt niet vanzelf. Ik denk dat ik eigenlijk al een topmanager ben. Ik ben gewoon een package deal. Van 9 tot 5 bestaat niet. Denken jullie wel eens na? Kan niet, bestaat niet. Ik vind hem pittig, moet ik zeggen. Het mag was, ook wel. Ja, het was ook heel pittig hoor. De opnames, maar ook voor de kandidaten was het behoorlijk zwaar. Met hoeveel kandidaten zijn jullie begonnen? Met 10 kandidaten, 10 toppers. En iedere week valt er dan iemand af? Ja, iedere week valt er iemand af. Jij bent ook een jonge ondernemer. Wat viel jou op? Wat is de grootste fout die ze maken? Ja, dat veel mensen toch echt uit het boekje blijven denken. Ook bij opdrachten die gewoon op straat gebeuren. Echt praktisch inzicht, dat is soms ver te zoeken. Al verschilt het heel erg. De ene keer doet de ene het heel erg goed. En dan doet de andere het weer heel erg goed. Jonge mensen, Karin? Ja, er zitten ook wel wat kandidaten bij van rond de 40. Gelukkig toch nog wel. En, ja. En wat is nou precies de bedoeling? Degene die wint, wat krijgt die? Nou, die krijgt een startkapitaal van 25.000 euro. Die mag dus zijn eigen zaak starten. En Aad zal daar een adviserende rol spelen. Okay. Dus hij gaat hem eigenlijk helpen om zijn hele zaak op te bouwen. Ja.
En ja, hij kan gebruik maken van Aadse netwerken. Hebben ze dan ook allemaal al een businessplan? Hebben ze allemaal... Ja. Oh, okay. Dat hebben ze moeten presenteren aan ons. Dus het waren allemaal managers die op punt stonden om voor zichzelf een onderneming te starten. Ja, en er zitten ook al een aantal mensen bij die al een eigen onderneming hebben. Ja. En die denken nog een tweede onderneming naast te kunnen doen. Fantastisch, leuk hoor. Ja. Leuk om mee te maken, denk ik. Ja, er zat echt van alles tussen. Mensen die gestudeerd hadden, 3 keer cum laude afgestudeerd. Ja. Maar ook mensen die gewoon niet gestudeerd hadden en vanuit een familiebedrijf. Maar dat is wel mooi. Ja. Wat is jullie rol dan? Jullie geven ze opdracht of wat? Nou, Aad geeft de opdracht. Ja. En wij observeren de kandidaten per opdracht. Dus dan letten we op van, goh, zijn het teamplayers? Hebben ze een bepaalde focus? Ja. Zijn ze sales-driven? Dus kunnen ze goed verkopen? Hebben ze inkooptechnieken? Okay, wow. Allemaal dat soort zaken bekijken wij wel heel kritisch. Ja, en natuurlijk ook belangrijk van, als je projectleider bent, want ze waren steeds... Een van de kandidaten was dan een projectleider in de opdracht. Ja. En die was dan ook eindverantwoordelijk voor de opdracht. Ja. Dus die werd ook het hardst aangepakt. Dus, en die moet dan ook zijn collega's stimuleren en coachen. Ja. Daar letten we ook wel op. En heb je niet even gedacht van, goh, ik wil ook meedoen? Want jij bent natuurlijk ook een jonge ondernemer die nu met een hele nieuwe lijn op de markt komt. Nee, dat klopt helemaal. Alleen, het heeft niks met het programma te maken. Maar Aad had al de sportgear-tak opgestart. Ja. 2008 was het volgens mij ook op Olympische Spelen dat de dames de hockeystick hadden. En nu ga jij het echt in de markt zetten. Ja, we deden eigenlijk alleen sticks de afgelopen jaren. En nu hebben we een totale lijn. Dus met schoenen, met fietsklemmen, met schemerschermen. Eigenlijk alles een hele accessoire lijn. En daar gaan we nu vol mee door. En alles ook in één lijn. Hip, trendy, betaalbaar. Ja, dat is eigenlijk waar we voor gaan dit jaar. Ja. En ook gemaakt door sporters, voor sporters. En no excuse meer om niet goed te presteren. Dat is eigenlijk onze slogan. Ja, maar je hebt wel het creatieve brein van je vader volgens mij. Want als ik zie af en toe al dingen voorbij zie komen. Holland's Next Hockey Princess, Model. Ja, Princess Hockey Model of the Year. Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk voor Princess vroeger ook al goed gewerkt. Dachten, ja, waarom zouden we het niet voor die hockeymodellen doen? Maar jij moet wel even een oproep doen. Want volgens mij in Brabant wonen de meeste... hockeydames. Ja, dat klopt. Nou, vertel even, wat zoek je? Nou, we zoeken een hele leuke hockeymeid. Die spontaan is, maar natuurlijk ook gewoon leuk eruit ziet. En die kan zich opgeven via onze website www.princessportsgear.com. Daar staat ook een leuk filmpje over hoe je precies alles moet doen. En, moet ze ook nog kunnen hockeyen of niet? Natuurlijk is het wel fijn. Ze moet inderdaad een foto van zichzelf maken in clubtenue. Met de Princess Hockey Stick het liefst. Ja. Maar het moet wel uitstralen. En dan heb je uiteindelijk heel veel kandidaten. En dan zal er wel weer een grote show komen. Wij doen in mei gaan we een hele grote show doen. Met een catwalk midden op het veld. Ja. En natuurlijk allemaal leuke mensen erbij. En dan wordt het één groot feest. Ja, en dan wordt er één hockeymodel gekozen. En die wint de reis naar de Olympische Spelen. En wordt gebruikt het jaar daarna, in 2012, als gezicht van Princess Sportsgear. Ja, gaaf. Ja, en wat is er met die dubbeldekkerbus? Ja, die dubbeldekkerbus is eigenlijk van de andere actie. Dat is de Princess T14 Goes Londen. Beat Me in Londen. Mm-hmm. Teun de Nooier doet daar een oproep voor. Daar kun je dus 1 van de 20 plekken winnen bij aankoop van een Princess product. Naar Londen ook. Dat is in april. Voor 20 personen in de bus met z'n allen. En daar speel je een wedstrijd tegen het Princess Territory. Geweldig. Ja. Ja. En dat heb je allemaal in 4 maanden al even bedacht? Het ging op, wat ik al zeg, zo snel. Dat is ongelooflijk. Je rolt van het een in het andere. Ja. En, dat is wel goed, want je pa wilde toch een beetje rustiger aan gaan doen, toch? Hij wilde rustig aan gaan doen, maar het komt er niet echt van. Hoor. Het komt er niet echt van. Wij gaan blijven even zitten. Wij gaan iets anders doen. Want u weet het, iedere vrijdag gaan we kijken wie het beste een kaartenhuis kan bouwen. Dus ook deze week. 2 kandidaten, 1 openingsbod. Lukt het de hoogste bieder om binnen 1,5 minuut het kaartenhuis te bouwen en een punt te verdienen? Lukt het niet, dan krijgt de ander het punt. De winnaar van het eerste punt mag het openingsbod doen voor de volgende ronde. De eerste kandidaat met 2 punten is de winnaar en gaat naar huis met een Holland Casino try-out pakket. Dit is Build It! Vandaag nemen Tessa en Jamie het tegen elkaar op. Welkom. Hey Tessa, jullie hebben een relatie. Klopt. Is het dan wel verstandig om hier aan mee te doen? Eigenlijk niet, want we zijn allebei nogal competitief ingesteld. Maar ik heb wel een echte winnaarsmentaliteit. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat uitpakken. Plaats uw bod. We hebben van tevoren geloot. En jij mag beginnen met bieden, Jamie. Zeg maar, welk kaartenhuis wil je gaan bouwen? Ik ga voor 5. 5? Ja. Nou, dan laat ik hem doen. En hebben jullie al lang een relatie? Al meer dan 5 jaar. Meer dan 5 jaar. Dus dat is de... En waar kennen jullie elkaar van? Ik denk van sporten.
van de basketbal. We spelen allebei basketbal. Okay. Dus ik denk dat we elkaar daarvan kennen. En was het liefde op het eerste gezicht op het basketbalveld? Ja, van zijn kant wel. Ik heb hem. Oh, hij staat al. Hem al. Oh, ik ben heel erg aan het opletten. Hartstikke goed. Ik was zo... Ja. Zo aan het luisteren naar jullie liefdesverhaal. Nou, hartstikke goed. Ik ga het eerste punt naar jou, Jamie. Ja. Mag jij iets zeggen voor de volgende ronde? Welk kaarthuis wil je gaan bouwen? Ik ga weer voor 5. Weer voor 5. Tessa, gaan we eroverheen? Ja, we gaan eroverheen. We gaan het gewoon proberen. Voor? 7. Nee, het is aan jou. Ik was zo aan het luisteren dat ik gewoon heel even niet meer in de gaten had. Ik zag het. Ik stond er zelf ook van te kijken, hoor. Dus, Oh ja, hartstikke goed, toch? Nu gaan we kijken of dat Tessa het er net zo goed van afbrengt. Ik ga mijn best doen, maar ik... Yes! Hartstikke goed, Tessa. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het punt voor de tweede ronde gaat naar jou. Zeg maar, welk kaarthuis wil je gaan bouwen? We gaan voor de 5. Oh, stort die meteen in. Ga je over 5? Ja, ik ga voor 7. Nou, succes. Kijken of het de tweede keer net zo goed gaat. Ik ben benieuwd. Ik denk dat het gewoon beginnersgeluk was. Nou. Hij heeft er al bijna... We zeggen niet snel roepen. Hij heeft er al bijna 5 staan, maar... Ik ben benieuwd of het er staan lukken. Er 5. Je hebt nog 1 volle minuut, dus doe lekker rustig aan. Ja. En hij staat. Hij staat. Supergoed. Betekent dat we een winnaar hebben vanavond. Jamie, van harte gefeliciteerd met deze mooie overwinning. Dankjewel. Ik overhandig jou het Holland Casino try-out pakket. Ja, hartstikke leuk. Ja? Ja, super. Tessa, jij bedankt voor het meedoen. Ja. Voor jou 2 entreekaartjes en een kaartje voor een gratis hapje bij het casino. En denkt u thuis, dit kan ik ook of dit kan ik zelfs beter? Meld je dan nu aan via jaikdoemee@brabant10.nl. Ja, toch moeilijk hè, die kaarten bouwen, huizen bouwen. Lijkt mij ook. Maar volgende week gewoon weer nieuwe kandidaten. Even terug naar het programma. Ja. Topmanager gezocht. Wanneer? Volgende week? Welke dag? Volgende week donderdag. Om 9:30. Nederland 1. Dus op het programma BNN. Ja. Dus ja, het wordt een spektakel. Het wordt fantastisch spannend. Ja. Dat is echt niet normaal. Zelfs wij zaten echt te zweten in die boardroom omdat het zo spannend was. En weet je wat ik nou ook wel een keer leuk vind? Normaal trekt het allemaal naar Hilversum. Maar er is ook veel in Brabant opgenomen. Hè? Absoluut. Veel op de Grote Markt in Breda heeft plaatsgevonden. Ja. In het Ginneke, tijdens de braderie. Ja. Maar ook in Rotterdam. In het Grand Theater. Ja, in het Grand Theater heeft natuurlijk plaatsgevonden. Ja. Maar dat is goed, want normaal trekt het allemaal weg. Is goed. Nee, we hebben echt geprobeerd om dat in Breda toch wel een aantal dingen te doen. Mooi, we gaan het volgen. Ja. Zijn jullie blij met de winnaar? Absoluut. Ja. En het waren 10 topondernemers, absoluut. Maar kan maar 1 winnen. Ja. Maar we hebben verwacht jullie ook veel van die... Jazeker. Ja, maar van allemaal hoor, want er zijn er een aantal bij. Het is gewoon ontzettend moeilijk. Het zijn echt allemaal fantastische kandidaten. Dus jij wil zeggen, ook iemand die niet heeft gewonnen. Ik denk dat je van allemaal nog wel wat terug gaat horen. Bedankt. En wij gaan afsluiten, want het zit er alweer op voor vandaag. Maar morgen zijn we natuurlijk weer hier met FC Brabant 10. Ik zou zeggen, gewoon kijken en een heel fijn weekend. Brabant Vandaag werd mede mogelijk gemaakt door Holland Casino Breda.